Margot van Geffen, in een heerlijk herfstzonnetje winnen jullie met 5-0. Was dat van Kampong? Was het nou geflatteerd of helemaal terecht? Nou ja, we hebben echt best wel wat kansjes gecreëerd. Vooral de eerste helft, 2 of 3 backhandschoten die voorlangs of over of tegen werden gehouden. En nou ja, gaat 2-0 de rust in. En ja, daarna valt hij goed. 2 corners en een hele mooie actie van Joosje. En een mooi backhandschot dat er dit keer wel in ging. Ja, maak je het 5-0. Dus nou, geflatteerd. Ik denk dat zij niet veel kansen hebben gehad en wij maken ze dit keer wel. Is het verschil dat jullie gewoon iets harder verdedigen dan Kampong ook? Ja, ik denk het wel. We zaten er gewoon bovenop. Een jonge ploeg dit keer en met al die blessures. Maar ja, vooral de tweede helft. Het is gewoon genieten om te zien hoe de spitsen druk gaan zetten. Hoe de middenvelders aan het sleuren zijn en hoe de verdediging gewoon goed staat. Dan kom je gewoon niet in onze cirkel en dat is gaaf. Ja, zeker. En jullie missen dus Liedewij Welt, missen jullie. Jullie missen Maatje Krekelaar, jullie missen Marloes Ketels, allemaal internationals. Jij bent vandaag aanvoerster. Er was verder niet iets anders wat jij deed dus in het kringetje. Nee, ja, wat ik al zei, we hebben shared leadership. En ja, de ene keer doet die het praatje in het kringetje, de andere keer die. Dus dat was ook niet nieuw. En het is gewoon mooi om met deze ploeg op sleeptouw te nemen. Maar dat zal ik elke wedstrijd doen, of ik nou dat bandje draag of niet. Maar heb je nog iets tijdens de wedstrijd wel anders gedaan omdat je nu het bandje droeg? Nou, ik moest tossen. Dat is nieuw. En hoe ging dat? Ja, ik mocht eigenlijk niet. Malou die won hem. En, dus ik moest gewoon accepteren. Sinds deze week spelen wij in de Livera hoofdklasse. Ja. Wat hebben jullie daar onderling al over gehad? Nou ja, ik hoorde het opeens vrijdag was het, of donderdag was het nieuws. En, nou, ik zou het wel leuk vinden als we even mochten winkelen daar, maar... Even winkelen bij Livera. Ja, precies. Met z'n allen. Leuk. Maar verder hebben jullie het nog niet uitgebreid over gehad. Hebben jullie het nog veel over de blessures gehad deze week? Of hoe pak je zoiets op? Ja, we hebben wel met z'n allen om de tafel gezeten. Dat was vrijdag voor de training. We moeten het gewoon zonder doen. We kunnen wel blijven zeggen, we missen ze. En dat doen we ook zeker. Maar het is gewoon tijd dat nu anderen opstaan en dat is zeker gebeurd. Dus een stijgende lijn hoop ik nu door te trekken naar nog 4 wedstrijden te gaan. Maar wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, dat houden we lekker binnen de deuren natuurlijk. Een klein tipje van de sluier? Nou ja, gewoon hoe iedereen is, wat je nodig hebt, dat soort dingen. Maar dat werkte dan blijkbaar wel goed, want dan hebben jullie goed gesprek gehad vrijdag. Ja, het was een heel mooi gesprek. Dus, ja. Als laatste, Champions Trophy komt er volgende maand aan. Jij wil daar graag heen? Ja, zeker. Ik wil gewoon alles spelen natuurlijk. Waarom niet? Waarom niet? Omdat jullie zo'n grote groep hebben ook. Ja, we hebben nu nog 2 trainingen en dan maakt Allison de selectie bekend. En dan zien we het wel. Oké, dankjewel Margot. Ja, graag gedaan.